Het leuke aan de functie van ruimteplanner is dat het een veelzijdige en dynamische functie is. Je hebt gedurende het jaar met allerlei verschillende productgroepen te maken die ingepland moeten worden. En daarnaast werk je ook veel samen met de verschillende afdelingen. Denk aan teelt, denk aan verkoop, maar ook de productieaansturing. Dus je fungeert als speel in het web. Een aspect aan het werk vind ik de afwisseling tussen het werk op kantoor en in de praktijk. Zo zijn we regelmatig in de kast te vinden om te monitoren van wat we op kantoor uitgedacht hebben. Of dat daadwerkelijk ook in de praktijk gerealiseerd wordt. Als ruimteplanner heb je de beschikking over 30 hectare kas, verdeeld over 5 locaties. Het is een mooie uitdaging om alle productgroepen zo efficiënt mogelijk en optimaal mogelijk daarin in te plannen. Nou, de belangrijkste eigenschap voor een nieuwe collega vind ik dat hij creatief moet zijn. Betrouwbaar uiteraard. Hij moet flexibel zijn en dan bedoel ik dat hij snel moet kunnen schakelen. Dat is wel onontbeerlijk in het vak. Analytisch vermogen is heel erg belangrijk, omdat je natuurlijk inzicht moet krijgen in waar je zaken neerzet. Je moet vooral ook denken in oplossingen en niet in problemen. Dat is een belangrijke eigenschap, denk ik, als je planner wil zijn. De zaken die we met elkaar afstemmen zijn vooral het plaatsen van planten in dezelfde klimaatgroep, of dat kan. En ook hygiëne-technisch moet het kunnen passen. Sommige planten hebben hygiëne-technisch een andere waardplantenreeks en daarom kunnen ze niet bij elkaar plaatsen. Bij teelt- en ruimteplanning draait het vooral om het eindresultaat. Het moet een kwalitatief hoogwaardig product zijn en dat moet ten alle tijden. Wij stemmen meerdere zaken bij elkaar af. Dan kan je denken aan huidige partijverschuivingen, nieuwe aanvragen en denk bijvoorbeeld aan nieuwe planttypes. Vorige week was ik in het buitenland. Daar heb ik een vraag gesteld gekregen of wij een partij konden plaatsen in een bepaalde week. Dan stem ik dat met planning af om te kijken of dat mogelijk is, zodat ik snel kan schakelen bij de klant. Een belangrijke eigenschap aan een nieuwe collega vind ik dat hij flexibel is, oplossingsgericht kan werken en positief in het leven staat.